Dit is nou eens een leuke plek voor een interviewtje op te nemen, hè? In plaats van in de saaie studio. Ja, geweldig toch? Hier onder de toren met de beroemde blaas. Ideaal. Hadi Peter. Hallo. Dian. Hadi André. Dag Dian. Leuk dat we hier mogen zijn. Nou, wij zijn ook heel graag op deze plek. Ja, want jullie hebben van alles te vertellen. Ja, wij hebben 21, 22 september het jubileumfeest ter ere van 550 jaar kerkgebouw Leende. En wij starten zaterdag met de Junior Challenge. Tussen 1 en half 2 kan de jeugd die zich nog inschrijven die dat nog niet eerder gedaan hebben. En vanaf half 2 beginnen wij met diverse activiteiten voor de jeugd. Die alle Leense verenigingen met eigen jeugdleden zelf bedacht hebben. En ik ga niet alles verklappen, maar het gaat over dans, muziek, toneel, sport en spel. En verder zijn er nog de paardjes van de ponyclub. De brandweer is, de jeugdbrandweer is er ook met de grote spuit. En we hebben een heuse en hele spannende escape room in de kerk. En jullie hebben het hele jaar eigenlijk feest gevierd. En jullie gaan dit hiermee het jubileumjaar een beetje afsluiten. Nou, Peter heeft verteld over het dagprogramma. En 's avonds hebben we natuurlijk feest en muziek. Hè. Dus die avond, zaterdagavond, beginnen we met een optreden van een wereldberoemde Linse band, Q Niet. Ho, ho, Q Niet. Q Niet. Ho, ho. Geef de microfoon maar zien. Ja, ik zal deze oude mannen even verbeteren, want ik zit toevallig hier op het terras. Toevallig, ja. Ik zit hier niet zo vaak, maar vandaag wel. Maar het is niet Q Niet. Het is al 16 jaar Q Nut. En wij komen hier heel graag optreden, natuurlijk, op het evenement op 21 september. En wij spelen natuurlijk van alles, maar kom vooral kijken. Want ja, we hebben voor iedereen wat wils. Maar Q Nut, niet Q Niet. Dat is met de O van Bluff en de Q van Nut. Nou, dat klinkt veelbelovend. Wat kunnen we nog meer verwachten? Het belooft heel wat die avond, Dian. Want naast Q Not, ik hoop dat ik het nu wel goed zeg, treedt onze lokale plaatjesdraaier Bram Boudewijn op. En daar kun je heel wat van verwachten. Ho, ho, ho. Dat ik toevallig even hier ben. Want het is namelijk Bram Boudewijn. Maar Boudewijn, Boudewijn, ik luister eigenlijk overal naar. En ik ben geen plaatjesdraaier, maar een DJ. En dat gaan we doen op 21 september. Een geweldig feest maken met QNET. Nou, dat klinkt als een groot feest op die 21ste, André. Dat wordt een fantastische dag. Maar de dag erop is het nog fraaier. En ik denk dat daar Peter wat over kan vertellen. Oh, Peter, daar ben ik benieuwd. Want we zitten hier mooi voor die toren van Lint. En die 550 jaar moet natuurlijk vieren. Ja, dat klopt. Maar je praat elke keer over de toren. En ik snap dat, want de toren met de blaas is heel belangrijk hier voor Leende. Maar het feest draait hem echt over het kerkgebouw. Het gehele kerkgebouw is 550 jaar geleden hier gebouwd. En daar is nu het jubileum voor. Ja, precies. En dan gaan jullie die zondag natuurlijk ook beginnen met een jubileummis. Juist. Om 10:00 beginnen wij met een mis hier in de kerk. En na de mis komen alle kerkgangers mee naar buiten. Naar de kiosk die hier bij goeie weer opgezet wordt. En daar beginnen wij met rond 11:30 met een koffieconcert onder leiding van Expresso. Jij zegt Expresso, wat is Expresso? Expresso is een muziekquintet van een vijftal Leense muzikanten. Oké, en daarna is het afgelopen? Na Expresso is er voor iedereen de gelegenheid om een gratis lunch te nuttigen voor de kiosk op het Marktplein. Gezellig zeg. Ja. Jullie maken er een feest van, hè? Ja. En dan na de lunch is het afgelopen. Nee. Na de lunch. Als iedereen genoten heeft van een heerlijke lunch, gaan wij gewoon lekker door. En dan volgt het volgende optreden. En dat is het zangkoor Switch. Ho, ho. Wij zijn zanggroep Switch. Wij zitten hier toevallig op het terras. En een zanggroep gaat toch wel iets verder dan een gewoon koor. Dus Jazeker. Wij brengen hele mooie liedjes ten gehore. Onder andere Mamma Mia, Poere Flirt, Door de Wind, Heel de Medley van Ramses Jaffi en natuurlijk het Lintse volkslied. Dus ik vind gewoon dat de mensen moeten komen luisteren. En André, wat verder nog? Nou Dianne, ik durf bijna niks meer aan te kondigen, want Q Niet bleek Q Not te zijn. In ieder geval na Switch, ja,
komen de dames van Olympia. Ik hoop dat het allemaal dames zijn. En vervolgens een optreden van de blazers van Mixum. Oh, blazers van Mixum. Mixum. De blazers van Mixum. Het is natuurlijk Mix It. Ja, echt. Wij zijn, hebben gewoon reuze plezier. Dat stralen we ook uit en dat brengen we over. We hebben meelallers, we hebben inhakers. Dus gewoon... iedereen moet Karel komen luisteren. Ja. Kijk voor gezelligheid. Nou, Dianne, ik durf bijna helemaal mijn mond niet meer open te doen, want het was niet Q niet, maar Q not. Ik maak allerlei fouten. Ik blijk nu ook weer iets te zeggen over Mixum. Geen Mixum, het is Mix It, hè? Even kort iets vertellen over het eindprogramma. Na het optreden van Mix It hebben we nog een flashmob van de dansgroep van Olympia. En we sluiten af met de kapellen van het Strijpskapelleke en Sambuca. We denken rond 5:30 een einde te kunnen maken aan de middag, waarna het jubileumjaar officieel afgesloten gaat worden. Nou, het wordt één groot feestweekend, zaterdag en zondag 21 en 22 september. We gaan het fantastisch afsluiten, 550 jaar kerkgebouw Leende. Dankjewel en veel plezier. En jullie ook, merci. Veel plezier. Dankjewel. Tot de volgende keer. Dag.